eigenlijk tweedimensionaal. Enerzijds is men niet tevreden in de situatie die men in de huidige baan ervaart. En tegelijkertijd heeft men het gevoel dat er weinig baankansen zijn om ergens anders naartoe te gaan. Het is dus een tweedimensionaal concept. En de persoon bevindt zich eigenlijk letterlijk in een soort van spagaat. Hij wil hier niet zijn en tegelijkertijd maakt hij ook geen stappen om te vertrekken. Er zijn eigenlijk verschillende effecten die zowel voor de medewerker als voor de organisatie het opgesloten voelen in je baan kunnen hebben. Voor de medewerker kan het met name voor zorgen dat mensen minder betrokken zijn, minder tevreden zijn, maar ook uiteindelijk minder productief zijn en uiteindelijk zelfs in een burn-out terecht kunnen komen. Wat natuurlijk voor de organisatie aan zich ook niet prettig is, omdat de organisatie natuurlijk de capaciteiten van zijn of haar medewerkers ten volste wil benutten. En dat gaat in het geval van het opgesloten voelen in je baan niet. Ik zie eigenlijk vier belangrijke stappen voor organisaties en ook voor medewerkers. Allereerst moeten we voorkomen dat mensen in een situatie terechtkomen. Vervolgens moet de situatie verminderd worden. Dus de pieken die mensen ervaren, die moeten minder hoog zijn. En vervolgens moet aan de achterkant het einde moet verkort worden. Dus mensen moeten minder lang in zo'n situatie blijven zitten. En als laatste is het natuurlijk van belang dat als mensen besluiten om te vertrekken, dat er vervolgens een versoepeling plaatsvindt in hoe we op dit moment met mensen omgaan die aangeven dat ze willen vertrekken.